Here is Hardee's. Nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. And I don't even know how I survive. I won't make it to the shore without your light. No, I don't even know if I'm alive. No, without you now, this is what it feels like. Ja, ik vond het ook te gek. Armin van Buuren en Trevor Guthrie. Goeie song, goede keuze, Angela. Goeie keuze. Ja, die heeft hij zelf gemaakt, die keuze. Ja, nou het arrangement. Oh, je hebt de keuze ook zelf gemaakt. Want ja is, hoor. Ja, het is natuurlijk even voor een singer-songwriter. Ja, zing je dan niet gewoon het liefst je eigen liedjes, Harries? Als ik er een eigen draai aan kan geven, dan voelt het eigen. Dus, nou... Ja, nou niet meteen ah. Hij geeft gewoon antwoord. Ja, Gordon, wat vond je ervan? Nou ja, allereerst moet ik even publiekelijk een excuus maken. De zoveelste dit jaar. Maar een tijd geleden heeft hij meegedaan aan Holland's Got Talent. Dat wist ik dus echt niet meer. Dat is een jaar of vier geleden. Toen was je 14. Toen heb ik je naar huis gestuurd. En heb ik gezegd van, nou dit wordt helemaal niks. En jij kan gewoon niet zingen en dit moet je nooit meer doen. Ja, nu mag je wel A zeggen. Oh, nee. Jullie maken nooit fouten natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Eén ding, Harris. Een publiekelijk excuus, want wat je hier vanavond hebt neergezet is fenomenaal. Dank je. Fenomenaal. Ik heb de koptelefoon opgehad. Het is van begin tot het eind gewoon loepzuiver gezongen. Het is mooi gezongen. Je bent, ik denk dat je met die ogen van jou de wereld kan veroveren. Dat weet ik bijna zeker. We hadden hem geprojecteerd ook op de level, hè? Ja, dat doe je niet voor niks natuurlijk. Het enige wat ik dan zou willen, is dat je die persoonlijkheid wat meer de ruimte wil geven. Dat je meer tot de ontdekking komt. Dat je die verlegen jongen niet meer hoeft te zijn. Want je bent echt een superster. Ja, waar werk je? Ach, kijk. Trotse mensen daar op de tribune. Heerlijk om te zien. Candy, het, ja, loopzuiver. Ja, ik ga het kort houden, want alles is alweer gezegd door deze meneer. Oh. Maar ik wilde eigenlijk, voordat jij opging, wilde ik nog tegen je zeggen... Jij kent je eigen kracht helemaal niet. Ja. Jij bent zo goed. En je staat er soms bij alsof je er niet helemaal in gelooft. Of dat je een beetje verlegen bent. Of dat je het niet leuk vindt. Je hoeft alleen nog maar te lachen, want je hebt alles. Je hebt alles. Dank je wel. Harris, waar jouw kracht ligt, ligt ook meteen jouw zwakte. En laat ik beginnen met je kracht. Je hebt een indringende blik. En je hebt zoveel gevoel in jou. In je manier van zingen, maar ook in je uitstraling. Dat is heel geconcentreerd, heel indringend. Maar het betekent wel dat heb je opgekropt. Dus je bent een beetje een binnenvetter, je bent een beetje introvert.
En daar ligt, daar kun je een klein beetje aan werken, dat je een klein beetje iets meer open gaat. Want ja, ik denk dat Be Brave niet eens een concurrentie is voor jou als het gaat om het veroveren van de meidenhart. Nee, wacht even. Hé, hey, Harris. Be Brave is top en ze veroveren alle jonge meisjes hun harten. Maar jij verovert alle vrouwen hun harten, Harris. Mooi gezegd. Mooi.